Oh, ik ben een beetje te laat geweest. Ik moest even dingen afsluiten. Zou ik oh, opnieuw maar beginnen? ben je wel gestart dan? Ja, maar we kunnen even opnieuw beginnen als je wilt. Ja, of ik zink hem gewoon. Dat kan. Wat doen ja, we? Zeg het maar. Ja, het is goed. Zink maar. Ben je begonnen of niet? Ja, ja, ja. Ben je nog steeds bezig? Nee, ik heb één keer op A geduwd. Ja, maar ben je nog aan het opnemen? Ja. Gebruik je veel drugs? Nee. Wat doen we nou? Moet ik nou stoppen met opnemen? Nee, ga gewoon door! Oké. Jezus. Jongen, jongen, altijd die Daan weer. Meer even vormsprong en wordt gelijk een beetje arrogant, hoor. Hoezo arrogant? Nou, check je hassels, man. Ik ben gewoon een debiel. Kan ik niks aan doen. Het is wel echt super zonnig buiten. Echt lekker, man. Ja, ik ben echt super zonnig buiten. Ik dacht wel dat je ging zeggen, ik ben echt super lekker, man. Nee, sorry, maar je bent echt lekker. Echt een beetje, nou ja... Een lelijke troll. De uitschot van de wereld, van de samenleving. Klopt. Oké, okay, de onderzeeër, waar zat hij ook alweer? Volgens mij hier. Een beetje naar boven dan naar rechts. Wist ik. Pam, pam, hier ook. Pam, pam, pam. Ik ben nu aan het praten met Smegma. Niet met mij, maar met team Smegma. Ik sta gewoon achter en de voorsprong van jou wordt steeds groter. Nee, we zitten echt misschien 10 seconden verschil volgens mij. Nee, want ik begin nu pas aan die kutscène van... Ja, maar ik heb net wat 20 seconden stilgestaan of zo. Een halve minuut, minuut, 5 uur weet ik wel. On grunt. Ik ga gewoon even lezen wat ik moet doen. Oké, dat is wel slim. Dat is wel slim. Volgens mij is die steel. Ik heb zo'n gevoel dat die steel is. Volgens mij had ik hartstikke ongelijk. Oh, nu ben ik minder snel. Ach, nein! Oké, ik ga Nidoking ook sowieso in mijn team dumpen, want het enige wat hij nog leert is Earth Power en Megahorn. Dat is wel nice. Ja, daar heb ik helemaal geen moer aan. Oh, oké. Okay. Tenzij ik ergens een Earthquake ga vinden, maar aangezien dat volgens mij ook gerandomized is... Earth Power klinkt wel niet nice. Earthquake is. Maar Earth Power klinkt wel nice, of niet? Earth Power, dat is 90 damage. Dat is niet verkeerd. Niet verkeerd. Wow, ja, maar Earthquake of zo is beter. Waarom hebben buffalo's afro's? Zijn buffalo's... Oh, dat is een point. Zijn buffalo's Afro-Amerikanen? Oké, okay, wauw, ze zijn gewoon een onderzeeër aan het jatten en ze kijken er gewoon naar van nee, doe het niet, maar we blijven wel gewoon dom kijken. Ja, maar zou jij iemand stoppen die een onderzeeër heeft? Misschien hebben ze wel torpedo's. Als iemand mijn onderzeeër jat, ja? Zou ik niet dom blijven kijken. Dan zou ik echt zeggen van hey, stop hiermee. Maar misschien hebben ze... Leg je tandjes op de stoeprand, hufter. Maar misschien hebben ze al torpedo's gestolen, of niet? Wat hebben pedo's hier nou weer mee te maken? Torpedo's. Weet je wat? Gepoisoned. Oh, ik baal wel dat mijn Rocky dood is momenteel, hoor. Heb je niet gehield voordat je de weg verder ging? Dat is een goed punt. Je vliegt naar Sleetpoort, je komt letterlijk bij het Pokécenter uit. Hey, Mudkip! Pik! Wat? Vang hem! Dat kan niet, is van de tweede deur die je moet bevechten dadelijk. Oh, maakt niet uit, gewoon proberen. Ja, zal ik het doen? Tuurlijk, gooi gewoon een Pokémon. Okay. Hier gebeurt er iets goeds. Ga ik doen. Bij Pokéballs. Ik heb een nestbal. Wat is een nestbal? Heb jij een nestbal? Hoe kom je nou een nestbal? Ik weet niet. Oh, het valt gewoon weg. Je gooit een bal en dan valt die gewoon weg. Super lam. Misschien moet je nog eentje gooien voor de zekerheid. Ah, goed idee. Bro, ik ben hem niet eens mijn Pokéball kwijt. Ik heb hem gewoon weer opgeraapt. Nice. Echt? Ja. Oh, dat is wel veel. Dat is wel handig, man. Maar zou jij je krokobil dumpen voor een Mudkip? Nee. Dat is een ongeëvalueerde, hè? Een noob Pokémon. Ja, maar binnen 2 levels is hij helemaal uitgeëvalueerd, hè? Ja, maar dan heeft hij niet alle coole moves die ik wil hebben. Ja, dan ga je toch naar de move relearner, jongen. Pas op. Bestaat dat? Tuurlijk. Hoe moet ik dat dan weer weten? Yo, jij weet ook helemaal niks van Pokémon, hè? Nee, dat is waarom je tegen mij wilde racen.
En ik snap nog steeds niet hoe ik altijd van jou kan verliezen. Terwijl jij echt de ballenverstand überhaupt van iets hebt. Ik weet iets van Pokémon. Wat dan? Zoals zei ik, van bepaalde, dat bepaalde dingen goed zijn tegen bepaalde dingen en zo. Dat is een beetje alles. Kijk, kut met pistool, doei. Ah, je bent er ook al, nice. Okay. Oh, daar is een mevrouw. Wat zeg je nou? Pak even mevrouw? Daar is een mevrouw. We zijn in Lily Cove of zoiets. Moet je dan naar Lily Cove? Ja, hij vroeg, wil je hem terughalen? Zeg ik, ja, is goed joh. Geen probleem. Uit. Dan ga ik dat ook doen. Er is een sailor hier. Ik hoop dat ik kan healen. Dat zou wel fijn zijn. Oh nee. Wat? Oké. Ik kan nog niet op. Ik wil healen. Ach, viel. Dus kan je Lily Cove gewoon healen? Ja. Ik was hem even aan het zoeken. Maar ik dacht dat ik meteen een gevecht aan moest gaan. Er is gewoon een mevrouw met een Charmander pak aan. Wat is dus ik haar? Ja, wat is ik haar nou van? En in een Pokéball douw, weet je wel. Ik ga even met haar praten. Oké, waar is het Pokécentrum in Lily Cove? Eerst naar rechts, dan naar boven en dan naar links. Eerst naar rechts en dan naar boven en dan naar links. Hebbers, dankjewel Daan! Hey, geen probleem, boy. Wat, is hier gewoon een meneer met een Charmander pak aan? Is dat een meneer? Ik dacht dat het een vrouw was. Dat is een meneer, dat is een Pokémaniac. Oh, dan hoef ik hem niet te vangen. Maar ja, goed, weet je, in een wereld... In een wereld! Waar je in 2020 niet nog steeds jezelf kan zijn. Oh, May is hier ook. Gezellig. Ik heb geen idee waar ik nu heen moet, trouwens. Ik ben naar boven gegaan en toen kwam May eraan. Oh, dan moet ik vast ook naar boven. Ik kan dingen kopen. Ik ging naar links toe. Ik ging ook naar links toe en toen was er niks. Hey, Henkert! Oh, ik hoop dat ik tegen haar mag vechten en het weer zo easy. Nee, ze gaat iets vertellen over een of andere Pokécenter. Oh, we gaan nu wel wat te vechten. Oh, de department store is dat. Ze heeft een Igglybuff. Wat is een Igglybuff nou weer? Wat? Dat is een baby Pokémon. Je hebt zoveel geluk. What the fuck is een Igglybuff? Is dat een psychic? Nee, normal volgens mij. Dat is de pre-evolutie van Iggly, of van Jigglypuff. Jigglypuff. Oké. Okay. Zul je zien dat ik gelijk tegen een Xerneas... Oh, een Luftdisk. Tegen Mewtwo of zo. Nee, dat is een Luftdisk, dus die kan ik hebben. Ja, makkelijk. Makkelijk. Easy material. Oh, pik. Ik heb Igglybuff niet eens kunnen killen in één hit, jongen. Ha, loser! Ja, maar hij had wel een berry gegeten. Oké, waarom kan deze... Luftdisk fucking water shuriken, dat is volgens mij een Greninja exclusive move. Wat, zelf? Geen idee wat het is. Nooit van Luftdisk? Nee, oh, nou zelf! Oh, dat is jij hebt psychic. Daar, dat is een van die legendarische trio, jij hebt die andere gevangen. Nesprit, Uxie. Oké. Oeh, een Alakazam. Was Flying nou goed op Psychic of juist niet? Dat is niet speciaal goed erop of niet goed erop. Dan ga ik toch voor Kikker, want die heeft een Dark aanval. Dacht. Oh ja, Night Slash. Nee, ik heb ook een Dark aanval. Oh, jij moet ook tegen een Psychic. Oh ja, maar je hebt geen Legendary Psychic. Hè. Heb ik weer ongeluk, hè. Boah. Ja... Het is allemaal level 37, dus dat is wel makkelijk. Kom, ik aan met mijn level 40 Pokémonnetjes. Ja, level 40 is wel easy, want ik ben level 733. In de hele Game of Experience share aan man. Ik heb... en ik krijg van die Pokémon die gewoon 2000 XP geven. Gloom. Ja, dat is waar. Dat is Gloom. Mijn derde waar ik tegen moet vechten is een Correctus. Ik een Gloom. Een Maractus bedoel ik. Maractus is een... raad misschien al, gras-Pokémon. Ah, oh, niet ik verwacht. Ik ook een gras-Pokémon, want het is een cactus. Oh. Ja, ik one-hit hem wel. Ik heb hem ook gewonnen. Oh, Peck, we staan echt precies gelijk, jongen. Echt? Oké. Okay. En Pansage is dat laatste. De Croconaw, die ga ik zo hard vernederen. Oh, dat is ook een gras-Pokémon bij mij, volgens mij. Nee, dat is de tweede versie van jouw Crocobile. Pansage, bedoel ik. Van mij was nog een gras-Pokémon. Pansage, oh, jij hebt zoveel geluk. Hoezo geluk? Die zijn allemaal super goed tegen mijn water-Pokémon, man. Ik krijg steeds de verkeerde, ik wil steeds switchen naar mijn andere Pokémon. Ik moet tegen mezelf vechten! Echt? Tegen een Feraligatr. Oh, ik dacht dat hij een autist summon. Nou ja, ik hoef tenminste niet tegen jou zoals een Snorlax te vechten, dus dat scheelt ook. Snorlax! Wat is eigenlijk de meest autistische Pokémon die er is? Jij. Fuck off, waar even als Pokémon zijn. Ik weet niet veel. Oh, ik moet nu tegen een Staryu. Die one-hit ik ook wel even.
Zo, ik heb mezelf gekild. Goed zo. Dadelijk komt dit nieuws dat ik echt zelfmoord heb gepleegd. Ik zei van, goed zo jongen, goed gedaan, eindelijk. Oké, de laatste is een Snowrunt. Ik heb een Hydrogen tegen. Het zal een water-Pokémon zijn. Ik ga hem gewoon close combat. Een Snowrunt moet wel niet tegen close combat kunnen. Oh, dat was een draak-Pokémon. Is dat Lightning goed tegen? Wat een? Draak. Ja, wat doe je daartegen? Lightning. Niet per se volgens mij, maar welke was het dan? Een Hydrogen. Oh, nee, dat is ook een not very effective. Oké. Okay. Misschien is hij dan wel fly. Ik ben klaar. Nice man. Jij ook? Nee, ik moet die Hydrogen nog bevechten. Dus dan ga ik even terug switchen naar Corviel en ice move doen. Mijn spel loopt vast. Oh, moet je op A doen. Toch? Oh, ik ben mijn slashers helemaal weggepiepiet. Hoe komt dat dan nog weer? Waarom is mijn pipi weg? Wil je niet over je pipi praten? Pipi weg. Pipi langkous. Nou, ga maar even terug om te eren, want dan heb ik tenminste mijn pipi's weer terug. Toh, zoveel XP, jongen. Oké, ik heb nu iets gedaan en nu weet ik niet meer waar ik heen moet. Uh-oh. Hey, hier is een team Smegma-crunch, daar ga ik mee praten. Don't go near the... Oh, ik weet het al. Ja. Er is hier een cave waar ik heen moet. Oké. Kiek. Oh. Gillette evolving, dude. Oeh, ik heb een Pokéflute gekregen. Oeh, nice. Dan kan je dingen bevechten. En ik heb Rest gekregen. Oh, cool. Oh, mijn Gillette is echt fucking cool geworden, man. Oh, je Gillette evolueert. Het is nu een Golurk. Golurk, Gillette. The best an autist can get. Sowieso. Heavy Slam is sowieso dat ik die wil hebben, man. Als een Steel Move. Waarom is het allemaal Wilmer? Ik wil... Oké, ik ga gewoon de Luxus. Dat is wel goed. Dit. Oké, ik denk dat ik deze grot in moet. Gezien daar staat met Dickred's Team Magma Hideout, denk ik dat ik hier moet zijn. Dat is een goed idee. Moet je dan naar boven gaan of niet? Ja, je moet naar rechts toe en dan naar boven. Surfen en dan naar boven surfen. Oké, nice. Oh, volgens mij, als ik het goed herinner, kan je hier ook je Master Ball vinden. Oh, wat kan je daarmee doen? Oké, mee is machtig en moeilijk. Ik ga wel eventjes... Ik ga even save, want ik vergeet steeds te save. Ploep. Ik ga wel even iedereen bevechten, want... hè? Ja, nodig. Dus hebben we nodig. Benny, what the fuck ben je aan het doen, joh? Kom eens hier. Ga eens hier. Chill. Even fietsje doen. Oh, je moest naar boven en dan naar rechts, hè. Hoppa. Oh, dan moet ik naar beneden waarschijnlijk. Leuk. Oh, stop met schreeuwen. Wie is aan het schreeuwen? Ja, een of andere rare Pokémon. Was... Patroven? Dat is een draak-Pokémon. Wat werkt goed tegen draak? Was dat steel? IJs. Nee, ik heb geen IJs. Oh, Ik ben een team Magma Hideout. Is dat goed? Vast wel. Ja, daar moet je heen. Nice. Ik ga wel gewoon voor steel. Dat zal vast wel wat doen. Oh, ik ga gewoon voor Psychic. Fairy is er ook heel goed tegen trouwens. Ja, klopt, maar ik heb ook geen Fairy Pokémon. Oh, ik ook niet. Een Nugget. Kan ik met een Nugget doen? Een Nugget, dat is gewoon geld waard. Oh, lekker man. Oeh, Dark Pulse, daar ben ik het niet mee eens. Oh, not very, not effective. Kut. Jong. Ga ik fietsen hier binnen? Ik kan niet eens fietsen hier binnen, what the fuck. Helemaal verkeerd. Hij heeft mijn eerste Pokémon doodgemaakt. Uh-oh. Oké, ik gebruik ook gewoon poes. Poes, ben je poes. Tegen de eerste Smegma aan het vechten? Ja. Ik ben alleen links gegaan en niet de eerste gelijk platform gepakt. Ik ben nu tegen een Nidoran. Ja, tegen die ben ik ook aan het vechten. De tweede is een Hydrogon. Is not very effective. Jij zei dat je een aanval deed tegen Hydrogon die was vet very effective. Vet very effective. Ik, zei ik dat? Ja, dat zei hij. IJs, ja.
toch? Ja, laat me, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet, hij is dood. Lekker, hij is dood. Daar gaat het om. Lekker pik. Kijk, level 44, level 45. Iedereen is aan het levelen als een wilde. Ja, het is echt ziek, hè, wanneer dat gebeurt. Dat is gewoon... Oh, dit is geen grond-Pokémon. Nidoran, of wel? Nee. Is Dark Attack goed tegen? Wat is effective tegen... Wat is effective tegen... Oh ja. Het zal wel, hij is dood. Ik ga niet switchen. Wat? Wie ga je switchen? Ik ga niet switchen. Maar dit is maar level 35, joh. Hoppa. Oké, we gaan verder. Ik denk niet dat we verder gaan, Stefan. Oh, ik wil nog even één trainer verslaan. Oké, dan maak ik, ja, dan ga ik de volgende ook nog even bevechten. Ja, is goed. Oh, is dat die? Is een Bugmania Grunt. En hij opent met de Shiftry. Oh, gezellig. Bot, dat is een Dark Grass Pokémon. Nice. Wacht, is dat degene die in dezelfde kamer is, of is dat een andere? Ja. Dus ik ga even flyen. Even vliegen. Doe die tackle, wat een sukkel. Oh, die ziet er echt gewoon gaar uit, die jongen, man. Jij ziet er ook gaar uit, hoor je hem klaar? Altijd, ja. Nee, maar nu, ik ga nu beginnen met het gevecht. Is dat een kleine Leo even? Shiftry is dood. Wie wordt de volgende? Jeffrey? Jeffrey wordt de volgende, ja. Je zei Jeffrey is dood, of wat? Nee, Shiftry, jongen. Oh, had je kick. Fucking nice. Oh, lekker, man. Ik ga Shiftry waarschijnlijk one-hitten met mijn flamethrower. Wow. Jij mag hitten. Oh, ik heb high jump kick geleerd. Zeker blij mee. Wat heb je geleerd? High jump kick. Oeh, een Hitmonchan. Die kan ik ook hebben met fly. Ah, ik moet ook geen Hitmonchan weg. Oh, zit er zo fucking close, man. We zitten tegen de tweede, zelf tweede te vechten, maat. Fucking vet. Ik ben klaar. Ik ga nu beginnen met hem. Nu pas? Wauw, ja. Zo langzaam ben jij. Oh. Wat is goed tegen Hitmonchan? Vliegen, hè? Dat heb ik niet. Maar dat heb ik wel. Heb je nog steeds geen Pokémon daar? Jawel, maar ik gebruik het gewoon niet. Oh, hey, als je dan naar rechts gaat, heb je bedden. Daar kan je even in rusten. Oh, en dan gaan we naar 7. Rechtsonder, heb je een bed? What the fuck? Jezus. Die Hitmonchan deed een flying kick en het deed echt gigantisch veel damage, hè? Wauw, heftig, maat. Ja, echt. Ik trapte gewoon bijna mijn pipi eraf, hoor. Nee, toch? Hey, Rocky is level 42, nice. Nu merk ik dat hij legendary is, dat het echt lang duurt voordat hij iets levelt. Even inslaan op Lemonade, trouwens. Is dat een goede move? Ik denk het wel. Sacred Lemonade, Sword. Lemonade inslaan is wel een goede move, Sacred Sword. Sacred Sword? Ja. Yeah. Wie kan de Sacred Sword leren? Ja, Rocky. Oh ja, dat zou wel kunnen, ja. Dat is een legendary. Dat is wel een goede move, ja. Nice. Ik bedoel, nee, dat is helemaal geen goede move. Ik zou niet doen. Oké, ik ga even kunnen saven. Oh, wacht. Oké. Ja. Wil jij afsluiten of zal ik afsluiten? Daan?